R-U-D-O. Rudo. 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 Welkom bij een nieuwe aflevering van Rudo. Het is dinsdag vandaag, het is erg bewolkt. Ik denk, eens even kijken hoe de sfeer op de markt in Oegstgeest is. Maar kijken of dat ondanks de wolken hier het zonnetje toch nog een beetje schijnt. Welkom bij Rudo. Rudo. Ja, goedemorgen. Ja. Morgen. We kwamen eens even kijken. Ja. We kwamen even storen hoor. Nee, dat geeft niet. Nee, heel goed. Hoe bevalt het op de markt hier? Het is een beetje koudig. Iedere dinsdag. Iedere dinsdag? Altijd. Succes, hè? Ja, oké, okay, Jan. Maar tenzij je op vakantie bent natuurlijk. Want geboren en getogen Oegstgeestenaar dan ook? Nee, Leienaar. Ja, maar hoe kom je dan... De echte stad natuurlijk. De echte stad, ja. Want dit is een dorp. Ja, zei het dat het natuurlijk in het jaar 1003 vier keer zo groot was. Wat? Oegstgeest. Wat bedoel je? Ten opzichte van Leiden? Of? Ja, zeker. Okay, veel groter. Waarom ben je verhuisd van Leiden naar Oegstgeest dan? Ik ben niet verhuisd, maar ik woon nu op de randje. Ah. Op de rand in. Dus weet ik wat, 100 meter vanaf Oegstgeest, daar woon ik. Dus ik kom hier iedere dinsdag bij de markt. En iedere dinsdag loop ik alle kraampjes af. En die hebben allemaal spaars en muntjes voor me. Wat voor muntjes? Oh, je bent muntjes aan het sparen? Dit. Dat zijn speciaal. Oh, mogen we ze even laten zien op de camera? Kijk, dit is een 2 euro munt, die kennen we natuurlijk, maar... Dat is het Alhambra in Andalusië. Oké, dit is Andalusië, ja. Even kijken, die krijg je dan terug. En wat hebben we dan hier? Dit is het Bundesraad, dat is Duitsland 2019. Ja, oké. Dat is van mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Ook, dat is dezelfde, hè? Dit is dezelfde, nog een keer. Raad, ja. En dat is 10 jaar euro giraal. En daar ben ik heel blij mee, want deze komt uit Portugal. En welke zoek je nog? Oh god, duizenden nog. Die worden de koepel alleen maar verder achter te lopen. Maar dan ga je naar die kraam en dan geef je 2 euro aan hen. Iedereen zoekt voor me en dan komt ze altijd. Theo, ik heb er weer zo. En als mensen nou zitten te kijken en die denken, ik heb ook nog wel bijzondere muntjes voor Theo. Nou ja, maar het moeten dus die herdenkings 2 euro munten zijn. Ja, ze kunnen altijd. Dan moeten ze eigenlijk op dinsdag naar de markt komen. Ja, dan zien ze mezelf wel lopen. En hoe laat ben je hier meestal? Nou, ongeveer tussen 9:30 en 10:00 en dan begin ik aan de ronde en doe ik alles. Je hebt nog niet veel gehaald. Dat ligt allemaal aan dingen, maar dit was ik vergeten. Ik heb het allemaal al ingeladen. Succes, hè? Ik was vergeten. Dank je wel. Voor de mensen thuis, ik spaar biljetten voor 500 euro. Rio! Ik ben hier volgens mij bij de ouderwetse aardappelboer. Juist, dat heb je heel goed, dat heb je goed gezien. Want u komt hier ook iedere week uw aardappeltjes kopen? Ik kom hier iedere week aardappels kopen, ja. En wat zijn dan de lekkerste? Nou, smaken verschillen natuurlijk. Persoonlijk natuurlijk, maar wij preferen altijd de Beeldstaar. En de aardappelboer is de enige hier in de omgeving die eigenlijk Beeldstaar verkoopt. Dan moet je dus naar een andere markt en zo. De supermarkt verkopen ze namelijk niet. Wat is er zo bijzonder aan de Beeldstaar dan? Nou, dat is een vastkokende bloemige aardappel. En ik denk dat de aardappelboer daar meer over kan vertellen dan ik. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Wat voor bijzondere aardappels heb je hier nog meer liggen dan die we niet in de supermarkt kunnen kopen? Ik heb Nicolaas. Ja, ik weet niet, supermarkten die noemen geen namen meer op. Die gaan zo in het zakje en die duwen er alles in, bij wijze van spreken. Dat is echt hoor. Wat is de lekkerste om chips van te maken? Chips? Oh, ik heb Frieslander bonken. Daar kun je goed chips van maken. Dat zijn... En patat? En patat kun je er ook van bakken. Zeker weten, ja. Ja, goed, en opperdoes hebben we ook, uit Noord-Holland vandaan. Dus en waar komt u zelf vandaan dan? Ik kom uit Zevenhuizen. Okay, nou, succes, goede zaken vandaag. Dankjewel, is goed hoor, bedankt. Rio! Goedemorgen mevrouw, heeft u het ook zo koud? Ja, ontzettend koud. Het zou warm weer worden deze week, maar ik heb begrepen morgen 15, 16 graden. Maar het is dus niet. Heeft u de zomervakantie al geboekt? Nee. Ik ga terug naar Finland. Ik kom uit Finland. U komt uit Finland? Ja, ja. Maar wat doet u in Oegstgeest dan? Ik woon hier. U woont hier? Ja. En ja, hoe lang al? Al 22 jaar. Oh, dat is al lang. Ja, ja. Maar we gaan nog vaak terug naar Finland dan? Ja, dat wel. Dat ieder jaar? Ja, meerdere keer per jaar. Voor de kijkers thuis, was er zo leuk aan Oegstgeest? En, nou, Oegstgeest is de beste plaats om te wonen. Ik heb verschillende landen gewoond en verschillende plaatsen in Nederland. Maar Oegstgeest is gewoon prima. Maar waar heeft u allemaal gewoond dan in Nederland? Of in de wereld? In de wereld heb ik in Italië gewoond en Engeland gewoond en Frankrijk en zo. Italië lijkt me ook wel leuk om te wonen eigenlijk, qua weer, qua eten. Ja, heerlijk. Roma was heerlijk, ja. Hier heb je aardappelen, daar heb je pasta. Ja. En wat is typisch Fins eten dan?
Ik denk zalm. Zalm. We hebben zalm natuurlijk uit rivierzalm. Ja. Ook lekker. Ja, ook lekker. Ga lekker de boodschappen doen. Gaan we snel naar binnen zo. Dank je wel. Rio! Wat zeg jij nou voor gekke dingen? Ik ben geïnterviewd nu, ja? Dat is een vriend van mij. Hij belt zo terug. Ron, ik word je geïnterviewd. Ik krijg een interview nou. Waar gaat het over eigenlijk? Nou, ik zag hier allemaal vellen en pantoffels. Nee. Dus ik ga even die jongens even te woord staan, hè, Ron. Olaf, ik word geïnterviewd. Ik kom op televisie. Ik kom op tv. Ja, er zit net je haar. Ja, hoi. Ja. Zo kan je er wel op. Ja, hoi. Maar wat heb jij hier voor berenvellen dan en koeienvellen? We hebben hier, schaapvachten en geitenhuiden, bokkenhuiden, pantoffels. Dus met dit weer hebben we dat wel nodig ook. Maar sta je elke week in Oegschees dan? Nee, niet elke week, zo af en toe. Ja, als de wind deze kant op staat, dan kom ik hier naartoe. Waar kom je zelf vandaan dan? Den Haag. Den Haag? Ja. En de mooie stad achter de Danny. Nou, die mooie stad, dat valt wel mee hoor. Nou ja, ik heb begrepen dat ze het Songfestival willen organiseren in Den Haag. Vind je dat een goed idee? Of een dak op het ADO-stadion? Nou, nee, ik vind het niet zo'n heel goed idee, eerlijk gezegd. Ik ben zelf een Hagenees, of Hagenoot, hoe je het zeggen wil. Hagenoot, hè, tegenwoordig. Ik zal zeggen, ik ben geen Hagenees, maar ook geen Hagenaar. Ik zit er net tussenin. Ja. Ja, ik zou toch kiezen voor Maastricht. En waarom dat dan? Omdat daar is toch meer muziek daar in die hoek. Het is meer, hoe moet ik dat zeggen? Het uitgaansleven is anders. Ik vind Maastricht wel een mooie stad om dat te organiseren. En wel ADO-fan dan? Hadden we altijd of een linker rijtje, hè? De laatste wedstrijden hebben ze het goed gedaan. Ik zou sterk vertellen, ik heb zelfs nog de wedstrijden meegemaakt van ADO tegen Holland Sport. Ja. En voor de oudere mensen die dat zien, die weten dan waar ik het over heb. Dat zeggen we wel even geleden. Dat was op Houtrust, dus praat ik over 1969, 70. Dus vanaf dat moment ga ik ook kijken naar ADO. Alleen de laatste jaren is het wat minder geworden, je wordt wat ouder. Dus het fanatisme gaat er een beetje af, maar ik volg het wel dus natuurlijk. Jij bent meer FC Den Haag dan ADO? Nee, FC Den Haag is ook ADO natuurlijk. Ja, nee, tuurlijk, maar jij bent meer van die tijd dan? Ja, in de jaren 80 ben ik vaak uitwedstrijden meegegaan. Heb ik het echt. ADO Den Haag was, FC Den Haag in die tijd, was mijn lust in mijn leven. Vooral toen ik in mijn tienerjaren was. Ik ging naar mijn bed, ik stond ermee op. Hé, hey, ik zit naar het telefoontje. Je hebt wel een ouderwets telefoontje hier. Daar kan je geen foto mee versturen. Nee, luister eens. Oh, je hebt ook die er twee. Twee, hè? Dus, één voor je vrouw en één voor je vriendin. Ja, zoiets. Ja. Nee, maar we doen van makkelijk twee telefoons. Eén kapot gaat, heb je de ander. Ja, dat is oké. En weet je wat het is? Die abonnementen kost niks meer tegenwoordig, joh. Zo goedkoop. Hé, hey, er komt een klant. Een klant? Meneer, wilt u een geit? Nee, ik hoop niet. Ja. Zie je dat hij niks komt kopen? Waar zie je dat aan? Dat zie ik aan de beweging van de mensen. Kijk, ik zal je een voorbeeld geven. Oh, let op. Ja. Als mensen aan de kraam staan en ze doen dit. We krijgen nu marketinglessen. Ze doen dit. Dan weet je al dat ze niet kopen? Nee, dan zie je van wat voor maat is dit. Snap je? En als mensen je niet aankijken in je gezicht, dus je kijkt je niet aan in de ogen, laat maar gaan, die kopen niks. Mensen die dus als ze gaan zoeken of er een maat op staat, dan heb je beet. Ja, als mensen dit doen en dit, dan weten ze van, hey, ik wil die pantoffel hebben. Maar als ze aan het kijken zijn zonder jou aan te kijken, ja, dan weet je al dat het niks wordt. En als ze zo doen? Nou ja, dan moet ik even zeggen, dan doe ik het weer terug, denk ik. Rio! Meneer, gaat u nou de bloemetjes buiten zetten? Nou, nee. Dat u, had, u had potgrond? Ja, dus plantjes. De plantjes buiten zetten? En zei je, ja? Dat doet mevrouw meer hoor. Dan moet je... Dus u mag het sjouwen. En welke plantjes gaat u poten dan? Nou, mijn kleinzoon die bracht gisteren bollen mee. En die moet ik in de goed vochtig houden, oma. En dan komen er witte bloemen uit, ergens. Maar je weet nog niet welke? Nee, de naam staat erop, maar dat is zoiets ingewikkeld, dat weet ik niet meer. En wonen jullie in Oegschees? Ja. En iedere week even een rondje op de markt? Ja, als het even kan wel. Dus je hebt toch nog lekker worst even gekocht? Heerlijke paardenworst. Paardenworst? Bij de paardenslager. Oh, daar zal niet iedereen blij mee zijn, paardenworst. Dat is nogal wat, hè? Nou, paardenworst vind ik... Is dat lekker? Heerlijk. Ja. Lekkerder dan, gewoon minder vet. Weet je wat ik vies vind? Bloedworst. Ja. Dat eten we niet. Nee, ik ook niet. Vind ik ook vies. Daar moet je niet aan beginnen. Succes met de planten buiten zetten dan. Ja, en wat zijn jullie eigenlijk aan het doen? Nou, kent u ons? Nee. Heeft u een televisie thuis? Ja. Nee, ja, nou, misschien niet, hè. Heeft u Ziggo? Ja. Hebben wij Ziggo? Als u morgenavond, wat is vandaag dinsdag, morgenavond om 6:00 nummertje 40 opzet, dan zie je jezelf. Dat meen je niet, oh. Dat is toch leuk? Ja. En nee, je haar zit nog goed ook. Hey jongens, succes. Dag. Bedankt. Rio!
En mevrouw, is uw buitel binnen? Ja. U moest even nadenken. Ja, ik denk, wat gebeurt mij nou? Ja. Wat is dat dan? Even op een fiets. Voor op de fiets. Oh, maar kan ook hierop. Maar wie heeft u die gekocht dan? Daar. Okay. Dat is wel een leuk dingetje. Fietsen dinges. Ja. Zeg maar, ik ga door. Ja, dat is goed hoor. Tot ziens. Dag. Rio. Het is zo koud buiten, denk ik. Ik loop even naar binnen. En Leni, jij staat hier bij de Wereldwinkel. Al jaren hier in Oegstgeest. Ja. De winkel is er al jaren, maar jij ook? Al jaren en ik sinds een paar maanden. Dus ik ben nog niet zo heel erg doorgewinterd. Maar ja, het is ontzettend leuk om hier te werken. Mooie artikelen verkopen, veel cadeautjes. En het leukste is als je er dan ook een heel mooi pakje van maakt. Dan gaan mensen echt heel blij de winkel uit. En ik moet zeggen, dat vind ik eigenlijk altijd heel erg leuk. En ook met mensen meedenken van, nou, wat zal ik eens geven? Wat hebben jullie? Help eens meedenken. En dat dan je tot een cadeautje komt. En dat ze dan de winkel verlaten met een glimlach. Nou, dat vind ik echt leuk. Kun je in een paar zinnen vertellen wat de Wereldwinkel nou is? Nou, de Wereldwinkel is een fair trade winkel. Dus alles wat hier verkocht wordt, de omzet daarvan gaat terug naar de mensen die het product gemaakt hebben. Natuurlijk na aftrek van de vaste kosten, het licht en de huur van dit. Want jij bent vrijwilliger dan? Ik ben de vrijwilliger, ja. Dus alleen de vaste lasten gaan eraf. En de rest gaat weer terug naar vaak landen als Indonesië, landen in Afrika, Zimbabwe. En wat ik mooi er ook aan vind, is dat daar coöperaties zijn van mensen die weten dat als zij de spullen maken, dat er ook een afzet voor is. En dat is natuurlijk heel belangrijk. En daarom is het ook belangrijk dat we de producten kopen, want dan kunnen zij het blijven maken en het wordt dan ook weer hier verkocht. Want hoeveel wereldwinkels zijn er in Nederland? Weet je dat? Oh, dat weet ik niet. Kijk, zo ingewerkt. Je bent er net. Maar ik zag dit net staan, ja, trouwens. Ja. Laten we pakken deel voorbij, ja. Want jullie zoeken nog vrijwilligers. Vrijwilligers. We zijn met een team van 25, maar we hebben echt nog mensen nodig. Want we staan hier. Iedereen staat hier een dagdeel. En we zijn alleen op zondag en maandagochtend niet open. En je staat in principe met z'n tweeën. Dus je hebt heel veel mensen nodig om die winkel als vrijwilligers draaiende te houden. Ik kan zeggen, het is ontzettend gezellig, want je staat met leuke mensen in de winkel. Een gezellige collega's heb ik. En ik woon hier eigenlijk sinds december pas weer in de Randstad. En ik ken al heel veel mensen, dus dat is echt leuk. En dus ik doe echt een oproep van, als je nog een ochtend of een middag over hebt, meld je aan bij de Wereldwinkel in Oegstgeest. Want we kunnen echt nog mensen gebruiken. Dus kom eens langs. Ja, kom eens langs en kijken we vooral, want het zijn allemaal leuke artikelen. En het gaat dus eigenlijk gaat het naar een goed doel, toch? Ja, zeker. Het gaat echt naar een goed doel. Ja, ja, dus je besteedt het geld dan aan een goed doel. Ja. En wil je je aanmelden, het kan op wereldwinkeloegstgeest@outlook.com. Dat is de website. En we gaan niet te veel laten zien. Mensen moeten zelf maar eens even langskomen. Kijken. Dat zou heel fijn zijn. Ja. Ja. Succes. Oké, dankjewel. Ja, leuk dat je hier was. Rio! Ja, jullie zijn toch niet aan het spijbelen, hè? Nee, we hebben een tussenuur. Oh, oké. Nee, dan is het goed. We zijn nog wel goede kinderen. Jullie zijn goede kinderen? Ja, we zijn nog wel. Noem jij jezelf nou kind nog? Jullie zijn toch geen kinderen meer? Wat? Hoe oud zijn jullie? Derde klas, we zijn 15. Ja, waar zitten jullie op school dan? Hier om toe? Daar zit hier, aan de overkant hier. En dan? Welke leer je, of tenminste welke... MAVO. Ja. Okay. Beetje leuke school? Ja, dat is een leuke school. Beetje leuke klas? Ja. En na de zomer gaan jullie dan naar je eindexamenjaar? Nee, ja. Ik niet. Hoezo, jij niet? Blijf zitten. Blijf je zitten? Ja. Ik heb nog nooit iemand met zo'n lach horen vertellen, ik blijf zitten. Ja. Maar op welk vak dan? Op bijna alles, ja. Hoe kan dat? Niet goed mijn best doen, denk ik. Oké, er is niet van alles aan de hand. Je hebt gewoon je best niet gedaan. Ja, dat is het eigenlijk. Gewoon eten en niet leren. Ja. Maar je ouders die vinden het ook zo grappig? Ja, of? Mijn ouders vinden het gewoon goed dat ik blijf zitten. Nou, op zich... Je gaat alleen je klas missen. Voor de rest is het niet erg om een jaartje over te doen. Ik heb het ook op tafel, ben ik ook blijven zitten. Dus daarom. Goed. Succes, ga snel terug. Want ik wil niet om me gemeten hebben dat jullie te laat zijn. Doei! Rio! En dat was hem alweer, deze aflevering van Rudo. Vanaf een beetje een bewolkte markt in Oegstgeest. Volgende week woensdag ben ik er weer. Dan vanaf de ondernemersborrel in Leiden. 600 ondernemers hebben met elkaar geborreld in de Stadsgehoorzaal. Tot volgende week! Rio! Ik heb net het programma afgesloten, maar jullie willen ook op tv, zeg je? Nee, laat maar. Zij riep toch, ik wil ook. Ja, ze riep dat wel. Ja, en jullie hebben een tussenuurtje. Ik kwam net al wat de andere leerlingen tegen. Een tussenuurtje en we hebben nu een tussenuur. Okay. Oh, dit keek ik laatst met mijn moeder. Wat, Unity? Ja.
Toen waren jullie in Leiden, toch? Op de markt. Ja. En nu zijn we op de markt in Oegstgeest. Ja, leuk. Dus ik zou zeggen, doe dan je moeder even de groeten. Ja, de groeten. Ja, wat heb je dan in je oor? Oh, AirPods. Ja. Wat heb je aanstaan? Ja, een liedje. Van ja, nee, dat snap ik. Maar welke? Oké, dat is Nederlandstalige rap, toch? Ja. Nou, groet aan je moeder gedaan. Ja. Het programma is nu echt afgelopen. Doei! Ja, doei. Was het toch nog op televisie. Tot volgende week.